Nou, Jezus heeft het indrukwekkende, misschien ook wel hele radicale voorbeeld gebruikt. En dat voorbeeld gebruikt hij voor volwassenen. En we zijn hier vanavond allemaal met volwassenen. Als je niet wordt als een kind, kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Jezus heeft zelf gezegd: Vader, ik dank u, Heere van de hemel en van de aarde, dat u het voor de wijze en de verstandige verborgen hebt en het bekend maakt aan kindertjes. Dat wil dus niet zeggen dat je kinderachtig en naïef moet zijn, maar het beeld van geloof is gehoorzamen, jezelf overgeven, nederig zijn. Het staat tegenover hoogmoedig je eigen dingen invullen, het beter willen weten dan God. Dus als je geoefend wordt in geloof, is het elke keer weer niet wat zegt een dominee, wat zegt een traditie, wat zegt een bepaald dogma. Je mag ervan uitgaan dat die allemaal gebaseerd zijn op het woord, maar het allereerste onderzoek wat jij moet doen is zelf in dat woord graven. Iedere christen behoort een theoloog te zijn. Het was ooit eens een artikel in ons welbekend dagblad, waarin werd aangemoedigd om als christen niet alleen maar te leven bij de dingen die je ervaart en die je ziet, maar bij de dingen die God in zijn woord bekend maakt. En ik heb nog nooit iemand gesproken die daar serieus werk van heeft gemaakt, die zei: en dat werd me toch een saaie exercitie. Ik ben me toch gaan twijfelen sinds ik dat woord ben gaan lezen. Ja, je kunt soms wel gaan twijfelen aan dingen die je in je leven altijd hebt gedacht en gevolgd. Ik ook. Maar je kunt nooit gaan twijfelen aan God als je het instrument gebruikt waarmee hij nou zelf zegt: daarmee vertroost ik jou. En de ervaring is ook dat, hoewel het soms lijkt van ja, maar je wordt toch niet gered en je krijgt toch geen vergeving van zonde als je gewoon maar de dode letter leest, dat is niet waar. Juist door kennis te nemen van het woord. En dat hoeft niet altijd met een hele lange, ingewikkelde Bijbelstudie. Je kunt er ook over zingen. Je kunt er ook een vrij gesprek over hebben met elkaar. Maar dat dit het uitgangspunt is. Dat God aanbiddingswaardig is. Dat hij heilig is. Dat hij rechtvaardig is. Dat hij te vertrouwen is. Dat hij liefde is. Dat hij een toekomst vol van hoop heeft voor een ieder die gelooft. Dat te midden van de misère van het leven, waarin je staat, je weet, wat er ook gebeurt, al vergaat deze aarde een keer, ik niet. Ik heb een eeuwige toekomst. En juist door daarover te spreken en je vinger er vooral bij te houden wat er staat en niet wat je dacht dat er staat of wat anderen vinden dat er moet staan, dat opent zoveel perspectief. Ik heb geregeld bij een sterfbed gezeten en die doen het altijd goed in onze traditie. Heeft hij nog wat gezegd? En dan zijn het altijd die spannende momenten van de schaduw van de dood. En als er dan geen getuigenis is, ja, dan geven we het maar over aan de Heere. Ja, hij kent degene die de zijne zijn. Maar de levensfase van mensen helemaal aan het einde die ik heb mogen begeleiden, die me het meest zijn bijgebleven, dat zijn de mensen die zeiden: als ik nu toch niet Gods betrouwbaar woord had. Ik heb mensen meegemaakt die door medicatie, door morfine, dingen zijn gaan zien en ervaren waarvan een arts zou zeggen: ja, dat is niet de engelenwereld hoor. Dat is gewoon het standje van het infuus wat ze hebben gezien. Ik heb mensen meegemaakt die zulke bijzondere momenten ervoeren van: oh, dominee, ik kan alles loslaten. De wereld, mijn kinderen, alles. Ik ben helemaal klaar voor. En de andere dag, voor hun gevoel, hadden ze helemaal niks meer. Nee, als je in jezelf graaft en in wat je allemaal ervaart, kan dat gebeuren. Maar niet als je dit hebt. Ik heb het gehoord. Ik weet het zeker. Ik vertrouw erop. Ik vind het een prachtig voorbeeld. Ik ga het toch vertellen. Ik had het bewust niet gedaan, want ik zag een paar mensen de zaal binnenlopen waar ik, als ik me niet vergis, dit ook wel eens verteld heb in een preek. Maar volgens mij zijn er niet alleen maar hersteld hervormden, en misschien zijn er ook wel mensen uit hersteld hervormde gemeentes waar ik nooit kom. Maar ik vind het zo'n mooi verhaal van Spurgeon, wat ik eens bij Psalm 23 heb gelezen. Spurgeon die had allemaal zondagsscholen opgericht. Ik ga er even een sneltreinfase heen tot de clou, dan vertraag ik weer even, want dan wordt het mooi.
Die zondagsschool werd bezocht door een meisje. Ze was al 3 keer geweest en die zondagsschooljuf die was helemaal enthousiast. Want dat kind, dat heb je soms, die was net even anders dan de andere. Die zoog het evangelie naar binnen. Zo staat het er dan ongeveer in die beschrijving. Die had het nog nooit gehoord. En die begon niet meteen met allerlei kritische vragen. En hoe kan dat nou, lopen op het water en zo. Maar die, ja, meer, meer. En na de 3e keer dacht die juf, in 3 keer tijd al zoveel mooie reacties. En het zal toch niet waar wezen dat dit gaat gebeuren. Dat het kind straks hiervoor in haar geloof mag gaan belijden. Dus ja, die zag biddend uit. Terwijl ze haar Bijbelverhaal voor de 4e keer voorbereidde. Voor de 4e zondagmiddag. Na die 4e zondagmiddag. En toen was het hele zaaltje vol behalve dat ene meisje. Nou, dan weet je natuurlijk niet wat er aan de hand is. Ze deed navraag, waar komt dat meisje vandaan? En ze wilde gaan verifiëren, is ze soms ziek geworden? Mag ze niet meer van haar ouders, hè? Want ja, die waren onchristelijk. Ze komt erachter waar dat meisje woont. Ze komt bij zo'n enorm appartementencomplex daar ergens in Londen. Verveloos, groezelig. En ze staat bij zo'n deur te kloppen. En dat doet een vrouw open en ze zegt, bent u soms de moeder van? En dan noemt ze de naam van dat meisje. En dan knikt die vrouw en dan zegt ze, ja, ze komt al een paar keer bij ons op zondagsschool en we waren benieuwd waar ze was, want ze was er de afgelopen keer niet. Is ze soms ziek? En ja, dan begint die vrouw te huilen en zegt ze, ja, ik ben haar moeder, maar ze is een paar dagen geleden in haar slaap overleden. Dal van de schaduw van de dood. En die moeder zegt tegen die juf, wilt u misschien even binnenkomen? Nou, die juf die doet dat en ze hebben het even over dat meisje. En ja, zegt die moeder, ja, vond het allemaal wel een beetje apart en vreemd, maar ze ging er graag naartoe en ze heeft het maar over Jezus en zo. En nadat ze dat gesprek aan het afronden zijn, zegt die moeder tegen de juf, wilt u er misschien nog even zien? En die juf zegt, ja, dat is goed. Dan lopen ze dat kamertje binnen en daar ligt ze. Zo jong als ze is, gestorven. Helemaal bleek, levenloos. Ja, wat moet je dan zeggen? Nou, die moeder zegt tegen de juf, heb je gezien hoe ze haar handjes heeft? Die juf die kijkt. Ja, zegt die moeder, ze heeft met haar linkerhandje de rechter ringvinger stijf vast. Zo vast dat we het niet loskregen. We hebben het maar zo gelaten, apart, hè? Zo ligt ze. En dan krijgt de juf tranen in de ogen en dan zegt ze, ik weet waarom ze zo ligt. Want de 3e keer dat uw dochtertje op de zondagsschool was, toen heb ik verteld over de Heer is mijn herder. En ik heb gezegd, jongens en meiden, het gaat er niet om dat jij zegt, de Heere is een herder. De Heere is de herder van David. Maar wat is nou geloof? Dat je nazegt wat er in het woord staat en dat je weet, de Heere wil ook mijn herder zijn. En dan, ja, dan bestaat die zin uit vijf woordjes. Hè? De Heere, ja, dat moet ik even zo doen. De Heere is mijn herder. En zeg dat maar voordat je gaat slapen. En dan houd je die rechtervinger, die houd je vast. En dan kun je gerust gaan slapen. Zo is dat kind dus ook die nacht dat ze het leven liet gaan slapen. En als ik nadenk over mijn eerste reactie toen ik dat verhaal las, dacht ik, tarme kind. Nee, Binsbergen. Een schatrijke kind. Ik dacht nog wel even, zou dat nou genoeg zijn? Nou, Spurgeon, die gaat helemaal los. Die zegt, is dit nou niet het beeld van een kind voor ons als volwassenen? De juf zegt het en de Heere is nog veel meer bewogen als de juf. Zal ik het dan niet geloven? Soms zit het in de kleine dingen. Wil je wat voelen? Mijn moeder zei altijd, ik weet niet of er mensen zijn voor de geloofsdoop. Dat is een keer een ander onderwerp. Maar mijn moeder zei altijd tegen me, voel eens aan je voorhoofd. Ja, een beetje bezweet nu, maar je weet wel wat ze bedoelde, hè? Je bent gedoopt. Hè, dus als het gaat over geloof en ervaring, hoe groei ik in de relatie met God? Vertrouw hem op de dingen die je hebt meegekregen.